dat heeft een heleboel invloed, macro-economisch, maar ik ga gauw door op wat wij als horeca ondernemers zullen het makkelijker krijgen dan achterover zitten en denken, ja, ik wacht tot het weer eventjes wat beter wordt. Want niks zorgt ervoor met z'n allen dat je in de kopgroep van het peloton rijdt en denkt dat het van belang is voor elke ondernemer om hier gebeurt het. Hier gebeurt het. Goed, allerlei zaken, met afvragen, is dat nou zo slim? Want als we dat niet in goede banen leiden als professionals, dat alcoholdossier. Maar hij is nog steeds wel typerend. Ik ben zelf de horeca 25 jaar. Ik zolang werk ik ook bij hem, van die zonnekamers. En ik heb vele banen in de horeca gedaan. En wat nou op is gevallen aan de warsteen die boven de mogen gaan. Want jullie hebben hele mooie dingen verteld. En jullie doen ook met die goed. Maar dan moeten we meer en naar voren komen. Dat mocht dan wel met kerstmis en glaasje. Maar allemaal glijdende vlakken. Ik zei, jongens, we moeten gewoon een duidelijk steen nemen. Dat is een van de eerste activiteiten die ik zei. En als je hier kijkt, voor mij is dat middelste, dan zie je hier ooit alcohol gedronken in 2003 nog 85% van de jongeren. Dat is nu 9%. Dus 12 en 24, inmiddels 14,3%. En dit is een hele belangrijke. Dus ik tegen een stakeholder zeg, is de algemene publieke opinie dat jullie wat verbergen. Niet met een jaar geleden, toen wij op die leeftijd zaten en die wetgeving zich een beetje ontwikkelde. Het is gewoon niet meer van deze tijd als die communicatie is in 2000 ontstaan. Wij zijn onze financieringsrol in de horeca aan het. Ik wil eruit. Laat in godsnaam de banken u van geld voorzien en niet de bedrijven. Dan heeft u uw handen vrij en ik durf die strijd aan dat wij het uiteindelijk goed doen met onze merk. Ik kom op hele interessante plekken. Ik ben een woordvoerder van de gevangenis, dus ik kom op TBS-kliniek en dat is allemaal heel serieus. Maar ik kom ook niet drankje eten. Daar ben ik op Urk geweest. Dat vind ik toch wel een van de. Nou, ik heb daar een avond meegemaakt. Het is één groot feest daar. En ik snap niet dat er überhaupt nog een reguliere kroeg daar open is. Maar goed, daar heb ik ook heel veel illegale kroegen daar. Dus, we weten hoe schadelijk het is. We weten dat de belangrijkste reden voor schooluitval bij jongeren het gebruik van genotsmiddelen is. Met name alcohol en drugs. Maar ouders die zeggen, ja, maar ja, dit krijg je in de supermarkt mee. De supermarkten zeggen, kinderen geven het door. En de horeca zegt, ik kan het wel verbieden, maar dan koopt een boer het en dan krijgt een kind het alsnog. En de politiek die zegt, de supermarkt moet wat doen en ouders moeten wat doen. En zo is de neiging dat we heel erg naar elkaar wijzen en dan met z'n allen het heel erg vinden, maar niets doen. Dus mijn motto is dan, daarom ben ik ook heel blij met de derde vraag. En dan moet je vervolgens één voorlichting geven, zeggen waar ze staan, een seksueel gebied, alcohol, drugs, convenant met jou te maken, en dan ben je klaar. Goedemorgen, Erik Spaans. Ik wou kort aan jullie uitleggen wat je vanochtend en vanmiddag verder gaat doen. Straks gaan jullie allemaal naar de zaal hier tegenover.